Dit is Isla Barú, Colombia. En als je nu op Insta zou kijken, dan zie je alleen maar dit soort plaatjes langskomen. Maar vroeger zag het er toch iets anders uit. Want het lag namelijk op de route van de Spaanse zilvervloot. Tussen de 16e en 18e eeuw voeren galjoenen af en aan van de Nieuwe Wereld op weg naar Spanje. En ze zijn volgeladen met goud, zilver en edelstenen. Een van die schepen is de San José, een gigantisch zeilschip. Maar hij komt nooit aan. Als de San José koers heeft gezet, terug richting España, vallen de Britten ze aan. Het schip verliest de slag en zinkt. En nu ligt hij hier ergens. Nou ja, hier, op zo'n 600 meter diepte. De exacte locatie weet niemand, want dat is een groot geheim. En al dat goud en dat zilver, ja, dat ligt daar ook nog. This true story about a Spanish galleon laden with real treasure is worth billions. The holy grail of shipwrecks. Que tiene una riqueza patrimonial enorme. En dit is waarom ik het er nu met jullie over heb. En una compleja operación, la Armada Nacional grabó los tesoros que naufragaron hace 300 años en el galeón San José. Deze beelden en die van net zijn begin juni gemaakt door de Colombiaanse overheid. También descubrieron que muy cerca al galeón están los restos de otras dos embarcaciones. Daniela Morales. En check dit. De gouden munten die liggen gewoon nog voor het grijpen. Voor ons YouTube-kanaal kunnen ik en al mijn collega's ideeën pitchen als ze iets interessants tegenkomen. Dus ik deed dit voorstel aan mijn eindredactie. Als we het hebben over scheepswrakken, dan is de San José echt de Eredivisie. Nee, Champions League. Dat komt door de lading, want er zou daar 16 miljard euro liggen. En het gebied waar het wrak ergens ligt, wordt zwaar bewaakt door de Colombiaanse marine. En zeg nou eerlijk, een eeuwenoude schat op de bodem van de zee, dat is toch gewoon een piratenfilm? Dus ik dook erin. En meteen al dikke spoiler en sorry eindredactie, maar dit wordt geen video over de San José. Dat er veel te veel te vertellen is over scheepswrakken ontdekte ik toen ik begon aan mijn research. En oké, niet allemaal zitten ze bomvol miljarden net als de San José. Maar wel allemaal met hun eigen verhalen. Meer dan 1600 daarvan zijn nog altijd Nederlands eigendom. En in bijna alle artikelen die ik las, duikt deze naam op. Die wil ik spreken. Hey Martijn. Hey Devran. Oh, ja. Vliegdood. Ja, ik heb net mijn vliegenmappen kapot geslagen, dus ik heb geen vliegenmappen meer. Martijn is onderwaterarcheoloog bij de Universiteit van Leiden en bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En hij is dus verantwoordelijk voor de zorg voor ons erfgoed. Ook onder water. Het is spannend, hè? Hey Martijn, wat deed je eigenlijk daar op de bodem? Ja, we waren een scheepswrak aan het opgraven. Dat is het VOC-schip De Rooswijk. De Rooswijk, De Rooswijk. En die is in 1740 vergaan voor de kust van Engeland tijdens een storm, een hele koude storm in een winternacht. Wat hebben jullie uiteindelijk naar boven gehaald? We hebben heel veel vondsten omhoog gehaald. Kokerij, gewoon het leven aan boord van het schip, maar ook heel veel geld. Want dat geld, dat was nodig in Nederlands-Indië. En dat geld, dat was zilver. Waar gaat dan uiteindelijk die buit naartoe? Kijk, heel veel vondsten. Die ligt nog altijd in Engeland omdat ze geconserveerd worden. Maar het zilver, dat hebben we al naar Nederland toegehaald. En als je dat nou zou willen zien, dan moet je eens naar de Nederlandse bank gaan. Want daar ligt alles opgeslagen. Oké, okay, let's go. Ja, bij die Nederlandse bank, daar kom je niet zomaar binnen. En logisch ook, want er liggen hier zoveel waardevolle spullen. Alleen al op deze kar staat voor meer dan 200 kilo aan zilver. En dat komt allemaal uit de Rooswijk. En dat... Ja, handschoentje. Handschoentje. Martijn vertelde dus dat één zo'n zilverbaar nu tot wel 4000 euro op kan leveren. Het waren ook munten, toch? Ja, we hebben ook munten. Mag zien? Ja. Wow. Mooi, hè? Ja. Ze zijn ook heel erg groot. Ja. Je kan ook zien dat er een Spaans logo op staat, Spaans wapen. Maar ja, ze kwamen natuurlijk helemaal niet uit Spanje. Waar kwamen ze dan vandaan? Mexico. Spaanse kolonie. Ja. En die munten die zijn, ja, die kunnen wel tienduizenden euro's opleveren, toch? Ze zijn heel erg waardevol, ja. Ja.
En dit is dus wel een van de redenen waarom zoveel mensen naar wrakken duiken. Want je zou dit maar vinden. Het is gewoon kassa. Nou, vroeger als kind zeiden we altijd tegen elkaar dat wat je vindt dat je dat mag houden. Maar ik ben er inmiddels achter dat dat in de grote mensenwereld niet zo werkt. Dat geldt ook voor schatten. Want als je zo'n scheepswrak vindt, van wie is dan die buit? Nou, één ding is wel zeker. Op het moment dat er ergens ook maar iets van waarde wordt gevonden, wil iedereen het hebben. More treasure, the more trouble. Dat wrak van die San José, en die 16 miljard dus, ligt voor de kust van Cartagena, Colombia. En Colombia zegt, onze wateren, dus dat wrak en alles wat erin ligt, is van ons. Maar commerciële bergers die zeggen dat zij het wrak als eerst hebben gevonden. En je hebt nu een Amerikaans bedrijf die ook een deel van de rechten claimt. Colombia is niet van plan de buit te delen, want zij zeggen, puede obtener una tarifa de buscador. Dan heb je ook nog de Spanjaarden, want die zeggen, het was een Spaans schip, dus alles wat daar ligt, is van ons. Maar je hebt ook Bolivia, een oude Spaanse kolonie, en die zegt weer, ja maar Spanje, jullie hebben letterlijk alles bij ons gejat, dus het is van ons. Tja, zeg het maar. Je kunt ze trouwens gewoon zien liggen, hè, die wrakken, via Google Earth, als de zee dan niet al te diep is. Maar mocht je er één in de Noordzee zien liggen en denken, ik ga rijk worden, mag niet. Sinds 2016 is in Nederland de erfgoedwet van kracht en daarin staat dat je niets meer uit een wrak mee mag nemen. Martijn, hoeveel wrakken liggen er eigenlijk wereldwijd op de bodem van de zee? Oh, nou dat weten we natuurlijk niet precies. Maar de UNESCO die heeft gezegd dat er zo'n 3 miljoen wrakken op de zeebodem liggen. En die 3 miljoen dat is natuurlijk gewoon een beetje geschat, maar dat klinkt heel veel en het zouden er zomaar nog maar veel meer kunnen zijn. Hebben wij in Nederland eigenlijk ook een soort San José? Je bedoelt zo'n schip met geld en goud, ja, gewoon een schat aan boord. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, we hebben er wel zo eentje hoor. De Lutine. Die is in 1799 voor de kust van de Schelling vergaan. Met het equivalent van ongeveer 75 miljoen euro aan boord. Waar lag die, zei je? Bij de Schelling, voor de kust van de Schelling. Hier in die zee achter mij, daar ligt dus de Lutine, waar Martijn het net over had. En dat is een Frans oorlogsschip, maar in de 18e eeuw veroverd door de Britten. In 1799 is hij onderweg naar Hamburg en hij is volgeladen met goud en met zilver. De totale waarde is tientallen miljoenen. Maar ja, je voelt het al aankomen, het gaat helemaal mis. Hier ergens tussen Vlieland en Terschelling komt het schip in een zware storm terecht. En uiteindelijk klapt hij op een zandbank en zinkt. 200 mensen komen om en één man wordt gered. Vrijwel direct daarna begint de zoektocht. En veel van wat er naar boven wordt gehaald, wordt naar Londen gebracht, naar de Britse maatschappij Lloyd's. En wel geinig ook, de scheepsbel van de Lutine, die staat daar nu nog steeds. Fun fact, of nou ja, fun. Het is zo dat als er ergens ter wereld een schip zinkt, dat is verzekerd bij Lloyd's, ze in Londen nog even die bel van de Lutine luiden. Lang is het eiland in de ban van de Lutine, want met het zinken van het schip worden ook mythen geboren. Er duiken ineens verhalen op van mensen die plotseling rijk zijn geworden. De laatste grote bergingspoging was in 1938 met een enorme baggermolen. En ze vinden het wrak, maar beschadigen hem ook. En de buit, één goudstaaf. De Lutine is verreweg het bekendste schip dat hier voor de kust van Terschelling is gezonken, maar er is eigenlijk niet zoveel meer van terug te vinden. Het wrak is door het verschuivende zand van de Wadden en Noordzee bijna nooit meer te zien en niemand weet hoe het er echt aan toe is. De Lutine is niet het enige schip dat hier is vergaan, want de kust van Terschelling ligt vol met wrakken. Mark ging als kleine jongen al met zijn vader mee duiken en dan moet je natuurlijk even buurten bij de Lutine. Ik ben er wel eens geweest, maar er was helaas niks te vinden. Droom je wel eens dat je, als je dan gaat duiken, goud vindt op de bodem? Ja, tuurlijk. Dat is ieders jongensdroom. Maar tegenwoordig, als we dat zouden vinden, dan zou het eerst wel even stilhouden. Je mag geen spullen meenemen als je die vindt op de bodem? Nee, volgens mij vanaf 2016 niet meer. Maar? Maar ja. Zo'n schip gaat met man en muis vaak. Dus je vindt veel persoonlijke spulletjes. Dat vinden wij dan weer mooi, om dat te vinden. En daarna verpatsen? Nou, we houden het mooi zelf. Ja? Ja, of je zet het in de vitrinekast of in de vensterbank. Je kan ons kogel als deurstopper of zo. Maar eerlijk, het is toch ook wel echt vet als je goud vindt in zo'n wrak? Toch? Goud is alleen maar meer waard geworden de afgelopen jaren.
En je kunt ook andere kostbaarheden vinden op zo'n wrak. Koper bijvoorbeeld. Vraag dat maar aan deze man. Dit is de koperkoning van Terschelling, Walter Bakker. Volgens mij heeft hij er best aardig aan verdiend, hè? Ja, we hebben er echt veel geld mee verdiend. Ja. Ja. Er waren duikers die hadden een wrak ontdekt met een hele lading koper erin. En wij ontdekten bij toeval die duikers. En toen wist ik ook waar dat wrak met het koper was. Wij noemden dat koperkoorts. Meneer Bakker had trouwens niet alleen koperkoorts. Hij had ook loodkoorts. Als je met goud terugkomt van zee af, dan denk ik dat de overheid en alles zich ermee bemoeien gaat. En een schip vol met blokken lood. Ja, dat niemand ziet daar iets in, dus dat waren we helemaal vrij. En we werden ook een beetje uitgelachen en dan kwamen we binnen, hadden we 200 ton lood aan dek liggen. En niemand zag er geld in. Maar ja, als je daar 1,60 euro de kilo voor krijgt, 200 ton, heb je even goed een mooie reis. Oh, Rick, doe mij eens even zo'n camera af. Ja, thanks. Oh mijn god. Superleuk idee dit, jongens. Echt fantastisch. Gaat nooit werken, hè? Ja, jongens, dit is zo fascinerend. Ik kan wel een uur doorgaan over alles wat ik gevonden heb. Maar waar ik het echt nog even over wil hebben, is een andere reden waarom schepen goud waard kunnen zijn. En dat heeft alles te maken met deze atoomtest. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog testten de Verenigde Staten hun eerste atoombom, de Trinity. En een maand later... A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. It is an atomic bomb. Door deze en later geteste atoombommen is al het staal op de wereld radioactief. Maak je dus als bedrijf een medische apparatuur, dan heb jij staal nodig wat zo min mogelijk straling moet bevatten. En effe, het gaat om al het staal, behalve dat van voor de Trinity-test. De belangrijkste bron voor schoon staal zijn schepen die zijn gezonken voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want die zijn namelijk gemaakt van staal dat is gesmeden voordat dit gebeurde. En daardoor zijn die schepen dus letterlijk goud waard. Voorbeeldje. In 1942 was de slag in de Javazee een belangrijke zeeslag. En een vloot onder leiding van de Nederlander Karel Doorman viel daar de Japanners aan. Uit deze zeeslag kwam Japan als overwinnaar tevoorschijn. 1600 geallieerde marinemensen verloren het leven. Nederlandse schepen gingen daar verloren en lang dachten we dat ze nog op de bodem van de zee lagen. Tot we gingen kijken. Een mysterieuze verdwijning in de Javazee. Voor de kust van Indonesië zijn drie Nederlandse oorlogswrakken op onverklaarbare wijze van de zeebodem verdwenen. De Java, de Ruiter en de Kortenaar. En die zijn gewoon van die zeebodem afgehaald. En dat staal, dat is ergens naartoe vervoerd. We weten niet precies waar. En dat zijn echt geen kleine schepen. Hè? Dat zijn schepen van 170 meter lang, 155 meter lang. Maar wie heeft dat gedaan dan? We weten dus niet precies wie dat gedaan heeft. Het pijnlijke aan dit soort dingen is niet alleen maar dat die schepen weg zijn en dat het ijzer wordt hergebruikt. Maar dit waren gewoon oorlogsgraven. Ja, er zijn bijna 1000 mensen om het leven gekomen op die plek. En het waren niet alleen de Nederlandse schepen. Er zijn ook nog Engelse en Amerikaanse schepen uit diezelfde slag gelicht. Ik merk dat het je wel iets doet, hè? Ja, weet je, alleen maar het nadenken over hoe je het makkelijkste geld kan krijgen. En niet denken aan de gevolgen die het kan hebben voor andere mensen. Dat vind ik inderdaad heel erg, ja. Zo, hebben we alles eigenlijk? Kunnen we ook vragen of we naar Colombia mogen? Stralingsvrije staal, koper, goud. De moraal van dit verhaal is misschien wel dat de historische waarde van die wrakken misschien wel de grootste schat is. Maar goed, mocht jij dit nou net zo tof vinden als ik en het ook tot de bodem uit willen zoeken, dan staan er in de beschrijving wat linkjes naar interessante artikelen en docu's. En sowieso, thanks voor het kijken, abonneer en laat ook even weten wat je vond van deze video. Joe! Oh, je hebt de boot gemist. Oh, laat die boot maar.